Beste confraters, collega's, vrienden, toeschouwers, toehoorders. Wat ik bij wijze van inleiding wil zeggen, ofschoon we niet afgesproken hebben, sluit perfect aan bij een paar van de beschouwingen van onze collega Vermoortel, die ik trouwens feliciteer voor zijn bijzonder boeiende uiteenzetting. Hij had het over de censuur die in katholieke middens werd uitgeoefend op de geschriften van Multatuli. Ik heb met Multatuli kennis gemaakt op het Sint-Pieterscollege Leuven, een katholiek college waar de meeste leraren priesters waren en die enthousiast uitweiden over Max Havelaar. En ons uitleg dat Multatuli, de schrijver, Douwes Dekker, een man was met een visie, bezield door een soort evangelische boodschap en ook een evangelische stijl, op bepaalde momenten zich profetisch uitdrukte. En dat inderdaad, ofschoon dat niet expliciet tot uiting kwam, zijn redenvoeringen, zijn opvattingen doordrongen waren van de christelijke naasteliefde ten aanzien van de door de Nederlandse kolonialisten onderdrukte inwoners van het toenmalige Insulinde. Ja, inderdaad, in mijn jonge jaren werd ik dan zeer beïnvloed door het verhaal van Saidias Buffel, door uiteraard ook de reden tot de hoofden van Lebak en dan de opdracht in het laatste stuk van het boek, de opdracht aan koning Willem van Nederland, die beschouwd werd toch als verantwoordelijk voor een aantal koloniale uitspattingen gepleegd onder het Nederlands bewind, die beroemde opdracht waar Multatuli eindigt met Insulinde, het huidige Indonesië, inmiddels een van de belangrijkste groeilanden in de wereld. Insulinde dat zich daar slingert aan de evenaar als een gordel van smaragd. Ik ben in mijn later leven op zoek gegaan naar die gordel van smaragd. En ik had het voorrecht tweemaal Indonesië te mogen bezoeken. En ik was geweldig onder de indruk. Ten eerste de schoonheid van de natuur, die rijstvelden gebouwd in gestapelde terrassen, doorheen berg en dal, schitterende gezichten, de berglandschappen, natuurlijk Bali, wat de bevestiging is dat Insulinde gelegen is als een soort gordel van smaragd in de oceaan. En de historische monumenten, Borobudur, de tempels, noem maar op. Dus een land dat op mij een zeer goede indruk heeft gemaakt. En in het boek van Multatuli en Max Havelaar, daar spreekt hij op een bepaald ogenblik, en dat komt voor in de redenvoering tot de hoofden van Lebak, over buitenzorg. Buitenzorg bevindt zich even buiten de hoofdstad. En dat was tijdens het koloniaal bewind de residentie van de Hollandse gouverneur-generaal en is vandaag de residentie van de president van de Republiek. En tijdens een van mijn bezoeken heb ik het voorrecht gehad ontvangen te worden door de toenmalige president. En dat was Suharto, de opvolger van Sukarno. Dat was de eerste president na de onafhankelijkheid. Suharto ontving mij in dat prachtige paleis. Ik werd naar binnen geleid door in alle richtingen neerbuigende dienaren en bedienden. En dan werd ik in het kantoor van Suharto binnengeleid. En die was vergezeld van een tolk, want Suharto sprak mij aan in het Maleis. En dan gingen we zitten en dan ging het over internationale betrekkingen enzovoort. Allemaal in het Maleis. Tot plots
Suharto mij onderbrak en het gesprek onderbrak en overging tot het Nederlands, perfect feilloos Nederlands, en mij meteen een vraag stelde in het Nederlands. En die vraag was als volgt: lopen er nog steeds zulke mooie meiden rond in de straten van Brussel? Daarop heb ik uiteraard een zeer bevestigend antwoord gegeven, waaruit ik heb afgeleid dat aan Suharto niets menselijks vreemd was. En evenmin aan Multatuli. Als u zijn biografie met aandacht leest, dan was hij niet alleen een gokverslaafde, maar kende hij ook nog talrijke andere verslavingen die hem zeer tot een intense mens hebben gemaakt. Dan kom ik tot de redenvoering tot de hoofden van de bak. U kent wellicht de omstandigheden waarin die redenvoering is afgestoken. Multatuli Douwes-Dekker werd dus benoemd tot assistent-resident in die Nederlandse kolonie, Nederlands-Indië. Hij was steeds met zijn vader ooit in Sumatra geweest. En dat was een tamelijk belangrijke functie met een vrij grote verantwoordelijkheid. En hij moest natuurlijk ook proberen, dat was een instructie van het Nederlands bewind, om het gezag van Nederland in Nederlands-Indië te handhaven en eigenlijk te versterken door een goede samenwerking met de lokale hoofden, de lokale, zeg maar, stamhoofden. En dat deed dan ook Douwes-Dekker, Multatuli. En de reden tot de hoofd van Lebak is daar een voorbeeld van. Dus in een van de gebouwen van de koloniale administratie brengt hij op een mooie ochtend de belangrijkste lokale verantwoordelijken bij elkaar. En hij houdt dan die toespraak. Natuurlijk, in het boek Max Havelaar is dat wellicht voor een deel fictie, maar ook voor een groot deel autobiografisch. En dus de strekking van die toespraak is natuurlijk in die periode van onze geschiedenis heel onverwacht, omwentelend, eigenlijk revolutionair. Bij mijn weten ken ik geen enkel geschrift, nog geen enkele toespraak van een Belgisch koloniaal ambtenaar, een gewestbeheerder, laat staan de gouverneur-generaal van Congo, die een gelijkaardige toespraak zou gehouden hebben in het Congo na de overdracht van de vrijstaat van Leopold II naar de Belgische staat. Dus die toespraak tot hoofd van Lebak is iets heel bijzonders. Is natuurlijk een kolossale valse noot, bij wijze van spreken, in het traditionele denken van die tijd en voor een deel misschien nog vandaag. Ik onderstreep dus even dat koning Willem-Alexander de Nederlanden onlangs een bezoek heeft gebracht aan Indonesië en dat hij in een officiële toespraak daar duidelijk zijn excuses heeft aangeboden voor de fouten, vergissingen die zijn begaan tijdens het Nederlands koloniaal bewind. Onze koning Filip die heeft ook onlangs een toespraak gehouden waarin hij niet zijn excuses aanbiedt, maar wel zijn spijt betuigt voor mogelijke vergissingen en fouten die begaan zijn in het bestuur van de Belgische kolonie onder het Belgisch koloniaal regime. En u weet allemaal dat momenteel in het Belgisch parlement, in de Federale Kamer, een commissie is samengesteld die een onderzoek zal instellen, een historisch onderzoek, op een zo objectief mogelijke wijze naar de ware toedracht en het ware gebeuren ten tijde van het Belgisch koloniaal bewind in Congo. Dus Max Havelaar, alias voor een deel Multatuli, die gaat het woord voeren tot de hoofden van Lebak. Dat is het achtste hoofdstuk van het boek Max Havelaar. En hij verzamelt daar vertegenwoordigers van een hele reeks omliggende gemeenten en dorpen. En die worden allemaal opgesomd. Die hebben ook prachtige namen. In het boek Max Havelaar wordt gezegd
dat Max Havelaar zijn toespraak houdt in het Maleis. Dat schrijft Mutatuli zelf. Zijn toespraak hield hij in het Maleis. En daardoor ontleenden zijn woorden een bijzondere eigenaardigheid. Te meer daar de eenvoudigheid der Oosterse talen aan veel uitdrukkingen een kracht verleent, die in onze idiomen door literarische gekunsteldheid zijn verloren gegaan. En dan begint de toespraak. Mijn heer de Raden Adipati, regent van Banten Kidul, en gij, Radens Demang, die hoofden zijt der districten in deze afdeling, en gij raden van, enzovoort, enzovoort. Dat zijn vier regels vol, met heel exotische namen. Ik zeg u dat ik vreugde voel in mijn hart, nu ik hier u allen vergaderd zie, luisterend naar de woorden van mijn mond. Ik weet dat er onder u lieden zijn die uitsteken in kennis en in braafheid van hart. Ik hoop mijn kennis door de uwe te vermeerderen, want zij is niet zo groot als ik wenste. En ik heb wel de braafheid lief, maar dikwijls bespeur ik dat er in mijn gemoed ook fouten zijn die de braafheid overschaduwen en daaraan de groei benemen. Gij allen weet hoe de grote boom de kleine verdrinkt en doodt. Daarom zal ik letten op degenen onder u die uitstekend zijn in deugd om te trachten beter te worden dan ik ben. Ik groet u allen zeer. Toen de gouverneur-generaal mij gelastte tot u te gaan om assistent-resident te zijn in deze afdeling, was mijn hart verheugd. Maar niet hierom alleen was mijn hart verheugd. Want ook in andere streken zou ik veel goeds gevonden hebben. Doch ik ontwaarde dat uw bevolking arm is. En hierover was ik blijde in het binnenste mijner ziel. Want ik weet dat Allah de armen lief heeft en dat hij rijkdom geeft aan wie hij beproeven wil. Geeft hij niet de regen waar de halm verdort en een dauwdrup in de bloemkelk die dorst heeft? En is het niet schoon te worden uitgezonden om de vermoeiden te zoeken, de achtergebleven na de arbeid en de neergezonken langs de weg op te beuren? Zou ik niet verheugd wezen de hand te mogen reiken aan wie in de groeven viel en een staf te geven aan wie de bergen beklimt? Zou niet mijn hart opspringen als het ziet gekozen te zijn onder de velen om van klagen een gebed te maken en een dankzegging van geween? Ja, ik ben zeer blijde geroepen te zijn in Bantan Kidul. Ik heb gezegd dat de vrouw die mijn zorgen deelt en mijn geluk groter maakt, verheug u, want ik zie dat Allah zegen geeft op het hoofd van ons kind. Hij heeft mij gezonden naar een oord waar niet alle arbeid is afgelopen. En ik keurde mij waardig door te zijn voor de tijd van de oogst, door daar te zijn voor de tijd van de oogst. Want niet in het snijden van de padi is de vreugde. De vreugde is in het snijden van de padi die men zelf geplant heeft. En de ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdient. En ik zeide tot haar: Allah heeft ons kind gegeven, heeft ons een kind gegeven, dat eenmaal zeggen zal: weet je dat ik zijn zoon ben? En dan zullen er wezen in het land die hem groeten met liefde en die de hand zullen leggen op zijn hoofd en zeggen: zet u neder aan ons maal en bewoon ons huis
en neem deel aan wat wij hebben, want ik heb uw vader gekend. Hoofden van het dak, er is veel te arbeiden in uw landstreek. Zeg mij, is niet de landman arm? Rijpt niet uw padi dikwerf ter voeding van wie niet geplant hebben? Zijn er niet veel verkeerdheden in uw land? Is er niet schaamte in uw zielen als de bewoners van Bandung, dat daar ten oosten ligt, uw streken bezoekt en vraagt, waar zijn de dorpen en waar zijn de landbouwers? En waarom hoor ik de gamelan niet, die blijdschap spreekt met koperen mond, nog het gestamp van de pa die uw dochters? Is het u niet bitter, te reizen van hier tot aan de zuidkust en de bergen te zien die geen water dragen op hun zijden, de vlakten te doorkruisen waar geen buffel de ploeg trekt? Ja, ik zeg u dat u en mijn ziel daarover bedroefd zijn. En daarom juist zijn wij Allah dankbaar dat hij ons macht heeft gegeven om hier te arbeiden. Want we hebben in dit land voor velen veel te verrichten. En het is niet de regen die ontbreekt, want de toppen van de bergen zuigen de wolken des hemels. En niet overal zijn rotsen die plaats weigeren aan de wortel, want op veel plaatsen is de grond week en vruchtbaar. En roept om de graankorrel die ons wil weergeven in een gebogen halm, waar Allah waterstromen uitgiet die de akkers wegnemen, waar hij de grond hard maakt als dorre steen, waar hij zijn zon doet gloeien tot verschroeien, waar hij oorlog zendt die de velden omkeert, waar hij slaat met ziekten die de handen slap maken en met droogte die de aren doodt. Daar, hoofden van de bak, buigen wij deemoedig het hoofd en zeggen wij, hij wil het zo. Maar niet aldus hier bij ons in Banten Kidul. Ik ben hier gezonden om uw vriend te zijn, uw oudere broer. Zoudt gij uw jongere broer niet waarschuwen als ge een tijger ziet op zijn weg? Hoofden van de bak, wij hebben dikwijls misslagen begaan. En ons land is arm, omdat wij zoveel misslagen begingen. Want hier, en in de ommelanden van Batavia, zijn er velen die geboren zijn in ons land en die toch ons land hebben verlaten. Waarom zoeken zij arbeid ver van de plaats waar ze hun ouders begroeven? Waarom vlieden zij van hierheen naar andere plekken? Vlieden zij van deze plaats waar zij de besnijdenis ontvingen? Waarom verkiezen zij de koelte van de boom die ginder groeit boven de schaduw van onze bossen? En ginds in het noordwesten over de zee zijn velen die onze kinderen moesten zijn, maar die Lebak hebben verlaten om rond te dolen in vreemde streken met kris en klewang en schietgeweer. En ze komen ellendig om, want er is macht van de regering daar die de opstandelingen verslaat. Ik vraag u, hoofden van Bantan Kidul, waarom zijn er zoveel die weggingen om niet begraven te worden waar ze geboren zijn? Waarom vraagt de boom waar de man is die als kind zag spelen aan zijn voet? Multatuli in zijn boek onderbreekt dan de toespraak van Max Havelaar met een aantal beschouwingen. Bijvoorbeeld, hier zegt hij dat in die streek ook wel eens een vergelijking wordt gemaakt met een leeuw. En dat men van een moedig man wordt gezegd dat hij zo sterk is als een leeuw. Hij zegt dat Max Havelaar
weigert om deze beeldspraak te gebruiken, ofschoon Max Havelaar grossiert in beeldspraak, maar dat beeld gebruikt hij niet. Want, zegt Multatuli dan, dat beeld wordt ook wel eens gebruikt in Europa. Daar kennen ze leeuwen vanuit de verhalen van de ontdekkingsreizigers. En die worden dan zeer onhandig nageschilderd door grote schilders. Maar hier, zegt hij in Indonesië, kennen wij de leeuw ook niet. En als u dus dat beeld gebruikt, dan bewijst u dat u plagiaatplicht en ergens hebt afgeschreven en iets beschrijft dat u zelf niet hebt meegemaakt. Dat is dan een soort parenthesis vanwege Multatuli in het boek zelf. Maar dan gaat hij voort met de toespraak. Hoofden van Lebak. Wij allen staan in dienst des konings van Nederland. Maar hij, die rechtvaardig is en wil dat wij onze plicht doen, is ver van hier. 30 × 1000 × 1000 zielen, ja meer dan zoveel, zijn gehouden zijn bevelen te gehoorzamen. Maar hij kan niet wezen nabij allen die afhangen van zijn wil. De grote heer te buitenzorg, dat is dus de gouverneur-generaal, de grote heer te buitenzorg is rechtvaardig en wil dat ieder zijn plicht doet. Maar ook deze, machtig als hij is en gebiedend over al wat gezag in steden en over allen die in de dorpen de oudsten zijn en beschikken over de macht van legers en van schepen die op zee varen, ook hij kan niet zien waar onrecht gepleegd is, want het onrecht blijft verre van hem. Als er soms onder ons mochten zijn die hun plicht verwaarlozen door gewin, die het recht verkopen voor geld, of die de buffel van de armen nemen en de vruchten die behoren aan wie honger hebben, wie zal ze dan straffen? Als een van u het wist, hij zou het beletten. En de regent zou niet dulden dat zoiets geschiedde in zijn regentschap. En ook ik zal het tegengaan waar ik kan. Maar als nog gij, nog de Adipati, nog ik het wisten, hoofden van Lebak, wie toch zal dan recht doen in Bantam Kidul? Hoort naar mij, als ik u zeggen zal hoe er dan recht zal gedaan worden. Er komt een tijd dat onze vrouwen en kinderen schreien zullen bij het gereedmaken van ons doodskleed. En de voorbijganger zal zeggen, daar is een mens gestorven. Dan zal wie aankomt in de dorpen tijding brengen van de dood van diegene die gestorven is. En wie hem herbergt zal vragen, wie was die man die gestorven is? En men zal zeggen, hij was goed en rechtvaardig. Hij sprak recht en verstootte de klager niet van zijn deur. Hij hoorde geduldig aan wie tot hem kwam en gaf terug wat ontnomen was. En wie de ploeg niet drijven kon door de grond, omdat de buffel uit de stal was gehaald, hielp hij zoeken naar de buffel. En waar de dochter was geroofd uit het huis der moeder, zocht hij de dief en bracht de dochter terug. En waar men gearbeid had, onthield hij het loon niet. En hij ontnam de vruchten niet aan wie de boom geplant had. Hij kleedde zich met het kleed dat anderen dekken moest, nog voedde zich met het voedsel dat de armen behoorden. Dan zal men zeggen in de dorpen, Allah is groot. Allah heeft hem tot zich genomen. Zijn wil geschieden. Er is een goed mens gestorven. Doch andermaal zal de voorbijganger stilstaan voor een huis en vragen, wie is dit?
dat de gamelan zwijgt en ook het gezang der meisjes niet opklinkt. En wederom zal men zeggen, er is een man gestorven. En wie rondreist in de dorpen zal 's avonds zitten bij zijn gastheer om hem heen de zonen en dochteren van het huis en de kinderen van wie het dorp bewonen. En hij zal zeggen, daar stierf een man die beloofde rechtvaardig te zijn. Maar hij verkocht het recht aan wie hem geld gaf. Hij mestte zijn akker met het zweet van de arbeider. En hij had afgeroepen, die hij had afgeroepen van de akker des arbeids. Hij onthield de werkman zijn loon en voedde zich met het voedsel van de armen. Hij is rijk geworden van de armoede der anderen. Hij had veel goud en zilver en edele stenen in menigte. Doch de landbouwer die in de nabuurschap woonde, wist de honger niet te stillen van zijn kind. Hij glimlachte als een gelukkig mens, maar men hoorde geknars tussen de tanden van de klager die recht zocht. Er was tevredenheid op zijn gelaat, maar geen zog in de borsten van de moeders die zoogden. Dan zullen de bewoners in de dorpen zeggen, Allah is groot, wij vervloeken niemand. Hoofden van Lebak, eens zullen wij allen sterven. Wat zal er gezegd worden in de dorpen waar wij gezag hadden? En wat door de voorbijgangers die de begrafenis aanschouwen? En wat zullen wij antwoorden als er na onze dood een stem spreekt tot onze ziel en vraagt, waarom is er geween in de velden? En waarom verbergen zich de jongelingen? Wie nam de oogst uit de schuren en uit de stallen de buffel die het veld moest ploegen? En wat hebt gij gedaan met de broeder die ik u gaf om te bewaken? En waarom is de arme treurig en vervloekt hij de vruchtbaarheid van zijn vrouw? Ik wens gaarne in goede verstandhouding met u te leven. En daarom verzoek ik u mij te beschouwen als een vriend. Wie gedwaald mocht hebben, kan op een zacht oordeel van mijn kant staat maken. Want daar ik zelf zo menig keer dwaal, zal ik niet streng zijn. Niet althans in gewone dienst vergrijpen en nalatigheden. Alleen waar nalatigheid zou worden tot gewoonte, zal ik die tegengaan. Alleen over misslagen van grove aard, over knevelarij en onderdrukking, zal ik streng optreden. We hebben iets schoons te doen. Als Allah ons in het leven spaart, zullen wij zorg dragen dat er welvaart komen. De grond is vruchtbaar genoeg en de bevolking is gewillig. Als ieder in het genot wordt gelaten van de vruchten zijner inspanning, leidt het geen twijfel dat binnen weinig tijd de bevolking zal toenemen, zo in zielental als in bezittingen en in beschaving, want dit gaat veelal hand in hand. Ik verzoek u nogmaals mij te beschouwen als een vriend die u zal helpen waar hij kan. Vooral waar onrecht moet worden tekeer gegaan. En hiermee beveel ik mij zeer aan in uw medewerking. Hoofden van Bantan Kidul, ik heb gezegd, gij kunt terugkeren, ieder naar zijn woning. Ik groet u allen zeer. Dat is het einde van de toespraak tot de Hoofden van Lebak. Maar, schrijft dan Multatuli in het boek Max Havelaar. Max Havelaar wendt zich dan tot een medewerker van hem, die heet Verbrugge. En dan zegt Max Havelaar tot Verbrugge: Verbrugge, ik stel voor dat we nu onze plicht gedaan hebben. Ik door mijn spreekwoord en jij door naast mij te staan.
en te beletten dat de zon hen met de zee zou verblinden. Zolang ik kan, zal ik met zachtheid optreden. En jij, Verbrugge, je bent een eerlijk man. Je hebt daar steeds trouw bijgestaan. Maar je moet mij inlichten als jij onregelmatigheden bespeurt, waar dan ook, op straat en in de steden en in de dorpen. Advienne que pourra. Dat is een Franse zin in Max Havelaar. Werp de halfheid van je af, beste keren. Doe je best zoals ik. En nu, Hollandse gastvrijheid, Hollandse gastvrijheid, blijf bij ons eten, Verbrugge. Wij hebben Hollandse bloemkool in blik. Maar alles zal zeer eenvoudig zijn. Want ik moet heel zuinig zijn. En dan trad Max Havelaar binnen in zijn bescheiden residentie, samen met Verbrugge, in de binnengalerij. En daar wachtte hen Tine op, de vrouw van Max Havelaar en ook van Multatuli. De tafel was gedekt, de dis was bereikt. De dis was bereid, zoals Havelaar gezegd had. En de maaltijd was bijzonder gastvrij en bijzonder smakelijk, maar ook bijzonder eenvoudig. Punt. Het eindigt dus ook op zijn Hollands.